Ik hou ervan om in de natuur te zijn. Ik vergeet dan alles. Het is best wel moeilijk om het juiste gevoel te vertellen, maar ja, je bent één met de natuur. Zo voelt dat. Je zit er middenin. En we zijn eigenlijk allemaal natuurmensen. Mijn naam is Gustav Kieber. Ik ben een natuurfotograaf en ik ben een pro-ambassadeur van Sony. Ik ben hier op Helgoland om de nieuwe A7 Mark IV te testen. Op het moment dat ik voet aan wal zet op dit eiland, krijg je complete rust. Je hebt hier heel mooie natuur. Op het einde van het eiland zitten Jan Vergenten. Hele mooie vogels. Dat is de belangrijkste reden dat ik hier naartoe ga. En natuurlijk ook andere vogels en niet te vergeten de zeehonden. De Jan Vergenten zijn prachtige vogels. Bijna 2 meter spanwijdte. Hun kop heeft een eigele kleur. En om hun oog zit een heel mooi turquoise blauw ringetje. De eerste reactie van deze nieuwe A7 Mark IV. De specs zijn geweldig voor mij als natuurfotograaf. Soms moest ik zelfs een beetje lachen om mezelf. Want toen twijfelde ik wel of ik de juiste camera gepakt had. Ik heb namelijk ook de A1 bij me. Ik vind hem eigenlijk mijn baby A1. Deze nieuwe camera heeft een geweldige nieuwe sensor. 33 megapixel. Het is een Exmor R sensor. Daarnaast zit er ook een geweldig nieuwe processor in. Waarmee je dus meer dan 800 RAW en JPEG beelden tegelijk kan schieten. Met 10 beelden per seconde. Een geweldig nieuwe feature van deze camera is de iFocus voor vogels. Die zit eigenlijk alleen maar in het paradepaadje van Sony, de A1. En die is nu overgekomen naar deze nieuwe camera, de A7 Mark IV. Als ik de iFocus voor vogels gebruik, dan weet ik dat de camera zorgt dat de vogel scherp in beeld is. Hij volgt het oog. Dat geeft mij de ruimte om te kijken naar mijn compositie. Ik kan dus volledig vertrouwen op mijn camera dat hij de vogel scherp in beeld houdt. De viewfinder is sterk verbeterd. Hij is veel helderder geworden en ook veel scherper beeld. Zeker als natuurfotograaf, als ik constant buiten ben en ik heel lang focus op vogels, geeft me die viewfinder meer rust aan mijn oog. En dat is heel belangrijk voor mijn soort fotografie. Het is gewoon geweldig om bij de dieren of bij de vogels te zijn die je heel graag wil fotograferen. In alle rust, het geeft je een heel bijzonder gevoel. Alsof je één bent met de natuur. En dan is het geweldig dat alles samenkomt. Op het moment dat ik afdruk, weet ik, yes, dit is de foto. En dat weet ik al voordat ik op mijn scherm heb gekeken. Hier kwam ik voor en dit had ik in mijn hoofd.